Goedemorgen, Leon. Morgen, hé. Dag, jongen. Alles goed? Met mij wel. Mooi, dan kunnen we aan de wandel. Ja. En dat doen we in Veghel. Ja. En we beginnen gewoon bij het begin van Veghel. En dat was hier, bij het riviertje de A. En tegenwoordig ligt die netjes ingeklemd tussen de oevers. Ja. Maar 700, 800 jaar geleden was dat een bandeloze rivier die hevig slingerend door het landschap ging. Dus of je nou van oost naar west of van noord naar zuid reisde, je kwam dat water altijd als obstakel tegen. Het is een stijl. Ja. En dan is het natuurlijk wel handig om te weten waar de rivier zo ondiep is dat je er gewoon met paard en wagen doorheen kunt rijden zonder meteen te verzuipen. Hm. Nou, en die doorwaadbare plaats lag hier. En daar heeft Veghel zijn ontstaan aan te danken. Ja. Help eens even. Ja, waarom gaat het ook daar lopen? Hier ontstond een knooppunt van wegen, want al die reizigers moesten dus noodgedwongen wel hier langs. Mm-hmm. En hier vestigden zich ook mensen, want aan die passanten kun je natuurlijk geld verdienen. Ja. En zo kreeg Veghel enige welvaart. Maar ja, daar moet je ook niet al te veel bij voorstellen hoor, maar ze hadden het in ieder geval hier veel beter dan in de omliggende dorpen, zoals Uden. Waar ze alleen maar moesten leven van de opbrengsten van het land. Nou ja, de omgeving van Veghel bestaat uit zand, hei. Die werd dan ook nog eens overstroomd door de A. Armoed troef dus. Ja. En uit die tijd dateert de rivaliteit tussen het rijkere Veghel en het wat boerse Uden. Ja. Maar goed, hoe het ook zij, rond 1800 is Veghel een mooi en rustig dorp. En dat zou het ook altijd zijn gebleven als zich niet in de 19e eeuw een wonder had voltrokken. Een wonder dat de ontwikkelingen van Veghel volledig op zijn kop zetten. Dat wonder kwam via het water. In 1826 werd de Zuid-Willemsvaart aangelegd, het kanaal dat de Bos verbond met Maastricht en dus met België en dus met de rest van Europa. Dat kanaal liep vlak langs Veghel en dat had grote gevolgen. In de eerste plaats zakte door dat kanaal de waterstand in de omliggende drassige gebieden, die waren dus veel beter te bewerken door de boeren. In de tweede plaats kwamen er dagelijks schepen vanuit de Bos volgeladen met stront, gewone menselijke drollen uit de beerputten van de stad. En met die stadsbeer kon die schrale grond in de omgeving vruchtbaar worden gemaakt. En de agrarische productie die steeg werkelijk explosief. Ja. Maar het allerbelangrijkste gevolg? Het besluit van de Veghelaren om de Zuid-Willemsvaart daar te verbinden met het centrum van het dorp. Daar door dit water. Een haven dus. En op die haven komen bedrijven af als zeg maar vliegen op het strand. Moderne bedrijven, high-tech zou je tegenwoordig zeggen. Allemaal voorzien van stoommachines. Dat was een noviteit op het platteland in die tijd. Houtzagerijen. Meelfabrieken, veevoederproductie, eerste kunstmestfabriek. Ja, en die zat eerst in Uden, maar die wist niet hoe snel die hier naar Veghel moest komen, juist vanwege dat water. Want de aantrekkelijkheid van Veghel, die is hartstikke goed te begrijpen. De bedrijven die hier zaten, waren niet alleen via de wegen verbonden met de rest van de wereld, maar dus nu ook via het water. En wie geen eigen schip had, die kon gebruik maken van de Veghelse stoomschroef- en stoombootmaatschappij. Die voerde dagelijks naar Rotterdam. Wat een voorsprong op de concurrentie. En voor Veghel betekent het welvaart en werkgelegenheid. Inwonertal stijgt. Hier, er reizen fabrikantenwoningen zoals deze. Ja. Mooi, hè? Ja. Wordt goudgeld verdiend in de handel. Ook van agrarische producten, hè? Vlas, kalveren. Er is dagelijks markt. Op het einde van de 19e eeuw is Veghel in economisch opzicht de vijfde plaats van Brabant. Hmm. Ja, het dorp krijgt stedelijke allure. En Veghel bleef dus echt zijn gouden eeuw. Ja. Tegelijkertijd met het wonder van de welvaart voltrekt zich nog een ander mirakel, niet zozeer economisch, maar sociaal. Veghel groeit op het einde van de 19e eeuw uit tot een gigantisch centrum voor onderwijs en zorg. Even tussendoor, dit aardige stulpje, dat stamt uit die tijd. Dit was het woonhuis van de dokter. Dat is toch een heel verschil, hè, met de simpele behuizing van de gemiddelde dorpsarts in de rest van Brabant. Dat tekent de welgesteldheid van Veghel. Dat staat er op de gevel. 1870, ja, die tijd dus. Maar ik had het over dat sociale wonder. Dat was grotendeels het werk van de plaatselijke pastoor Bernardus van Miert. Dat was een telg uit de rijke Bosse familie, had invloedrijke connecties, bevriend met aartsbisschop Zwijzen, nou niet bepaald het prototype van de eenvoudige dorpspastoor dus. Nou, en dat hebben ze hier in Veghel geweten.
Want die van Meert heeft letterlijk en figuurlijk een monumentale invloed gehad op het dorp. En dat kun je het beste zien op de markt. Het begon allemaal heel klein. Nou ja, klein. Vermeert wilde enkel een nieuw godshuis voor zijn parochie. Dit is trouwens zijn pastorie ook niet bepaald bescheiden. Hè? Hij wilde dus een nieuwe kerk. En dat werd, kijk eens achter je, Leon, deze reusachtige Sint Lambertus. Ja. En wie moest die kerk gaan bouwen? Pierre Carter. Nee, wat? Pierre Kuipers, de meest beroemde architect uit de 19e eeuw. Ja, bedoel ik ook. Ja, die heeft ook het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam ontworpen. Met minder werd dus geen genoegen genomen. Zullen we eens even binnen gaan kijken? Ja, lijkt me goed. Hier. Zo te horen is er feest in het dorp. Zou je denken. Hek openen. Treed binnen, Leon. Treed binnen. Nou, ik heb niks te veel gezegd. Schoon, het is toch imposant. Zo'n kerk in het hart van het dorp Veghel. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Nee. Het is nou typisch die stijl van Kuipers. Hè? Neogotiek noemen ze dat. Die hele kerk die moest een soort middeleeuwse sfeer ademen. En vandaar dat Kuipers niet alleen zorgde voor het ontwerp van de kerk, maar ook voor de beelden langs de pilaren, voor de preekstoel, voor het altaar erachterin, het doopvond. Tot aan de collectebakjes toe. Eenheid van stijl tot in de kleinste details. Moet eens kijken wat een schitterende kroonluchter. Ja? Maar daar ga ik niet onderdoor lopen, want hij is al een keer naar beneden gelazend. Oh. Ja. Kijk, dit is de tweede kerk die Kuipers maakte. En de eerste in de stijl waardoor hij zo beroemd werd. Maar in de tijd dat Vermeert hem vroeg, was hij eigenlijk nog relatief onbekende architect. En reed hij nog met zijn koetsje langs de parochies, met achterin maquettes van kerken in verschillende prijsklassen. Ja. Zodat de pastoor een kerk kon bestellen op maat. Van, doe het kleintje maar. Ja. De kerk werd in 1863 ingewijd. Ja. Uiteraard door aartsbisschop Swijsen. Ja. En dit was niet het laatste bouwproject van Vermeert. Het was zelfs maar het begin. Ja. Kijk eens hier, kijk eens hier. Wat een schitterend altaar, met die kaarsen erbij, hier word je toch heel stil van. Een nieuwe kerk is natuurlijk mooi, maar zo vond Vermeert lang niet genoeg. Dus gaf hij aan zijn nichtje, en die was ongeveer even vroom als hij, de opdracht om samen met twee andere nonnen een liefdesgesticht te beginnen, een soort klooster dus. En dat werd de congregatie van de zusters Franciscanessen, waarin de loop der tijd meer dan 2000 nonnen actief zijn geweest. Zo. En van dat immense kloostergebouw, steek je even over joh, ja, kom op. Denk aan de auto's hè. En van dat immense kloostergebouw is nog maar een klein stukje over, maar oorspronkelijk strekte dat zich uit helemaal tot het einde van de straat, tot waar een Chinees zit geloof ik, ja. En dan linksaf, weer honderden meters, één groot katholiek bolwerk. Hmm. En daarbinnen zaten die zusters niet stil te bidden, nee, ze vormden een leger van actief sociaal werkers, die ontfermden zich werkelijk over alles wat zwak was. Bedelaars, zwakzinnigen, bejaarden. En ze stichten scholen. Een bewaarschool voor de kleuters, een school voor de jongens, een school voor de meisjes. Later ook een huishoudschool, een kweekschool, een ULO. En ga zo maar door. Ik ken geen plaats in Brabant waar anno 1900 de maatschappelijke zorg zo omvangrijk was als in Veghel. Oh. Dankzij de zusters. Maar ze deden meer, hè? Ja? Ze deden meer. Yes, komt u maar. Die zusters die gingen zich ook bezighouden met de gezondheidszorg. Aanvankelijk heel bescheiden, hè? Klein gestichtje met plaats voor 8 patiënten. Maar al in 1900 werd het Sint-Jozef ziekenhuis opgericht. En dat groeide gaandeweg uit tot een volwaardig hospitaal. Nou. Met meer dan 300 bedden. Lukt het een beetje, jongen? Ja hoor. En van die oorspronkelijke behuizing is helemaal niets meer over. Doodzonde dat dat is gesloopt. Dat was echt heel indrukwekkend. Maar hoppakee, die stopt niet voor ons. Hup, oversteken. En dit werd er in de jaren 80 voor teruggezet. Ja. Maar de moraal van het verhaal is, wijs mij nou eens het Brabantse dorp aan. Dat in het begin van de 20e eeuw al beschikte over een eigen ziekenhuis. Geen enkel dorp dus. Veghel wel. Nee,
Naast het economisch wonder dat zorgde voor welvaart, is hier werkelijk sprake geweest van een sociaal mirakel. Dat klinkt als een halleluja-verhaal, ja, maar het is wel waar. 100 jaar later, en tegenwoordig dus, gaat het nog steeds goed met Veghel. Het staat al jaren in de top 10 van de sterkste zakensteden van Nederland. Het is uitgeroepen tot de gemeente met het hoogste percentage aan winstgevende bedrijven. De werkloosheid ligt hier beduidend lager dan het gemiddelde. En het wemelt hier ook van de grote bedrijven. Oh, dat ziet er lekker uit. Je kunt wel zien dat er hier veel voedingsindustrie gevestigd is. Campina, CHV, ook veel Veghelse bedrijven, Sligo, Jumbo, Hutte Catering, de Zon van de Boer. En ook in sociaal opzicht gaat het goed met Veghel. Hallo Leon, hier ben ik. Hallo. Maak je even langs, jongens. Dankjewel. Ook in sociaal opzicht gaat het goed. Je kunt hier over de mensen lopen in de winkelstraat. Verenigingsleven sterk en bloeiend. Een heleboel verschillende schooltypes die leerlingen aantrekt vanuit de hele regio. Nee, lage criminaliteit. Het is hier goed wonen en werken. En de basis daarvan is dus in het verleden gelegd door de mannen die kanalen groeven. En die sporen aanlegden. Die scholen stichten. Kloosters bouwden. Goed om dat te denken, maar hoe gaat het met de bloei van Veghel in de toekomst? Kunnen we die bewaren? Uitbouwen? Zullen we een blikje nemen in de toekomst? Nou ja, als het moet. Moeten we helemaal terug naar de Zuid-Wildersvaart? Oh, ja. Eindje lopen? Ja. Maar is het niet slecht voor jou? Nee. Ik vind dat je een buikje begint te krijgen. Buikje? Jij snoept te veel. Nee, ik snoep te veel. Ja, dat is het plan. Wat een grote bonbon daar in die... Elk pondje gaat door het mondje, jongen. Klinker gaat. Dat is lekker. Een eindje lopen. Ik denk dat dit van Mars is. Ik loop maar een hele dag toch schoenplezier. Kun je ook een stukje? Nee, nou hoef ik ook niet meer. Tjonge, zeg. Ik krijg een buikje, zegt hij dan. Ik ben toch blij dat ik net mijn jas heb aangedaan. Ja, dat wordt een beetje fris. Ja, ondanks het zonnetje. Ja. Maar goed, ik had het over de toekomst. En daar zijn ze hier in Veghel druk mee bezig. Want ze beseffen maar drommels goed dat bereikbaarheid de basis is van alle welvaart. Dat was 700 jaar geleden zo, dat is nu zo. Ja. Zo zal het straks ook zijn. Vandaar dat ze ook stevig investeren in die bereikbaarheid. Ja, ja. Kijk, het water, dat heeft Veghel groot gemaakt. Ja. Maar ja, die Zuid-Willemsvaart die is inmiddels te smal voor de moderne binnenvaartschepen. Dus het kanaal moet worden verbreed. Ja. En zo ook de sluizen. Plannen liggen klaar, op de toekomst voorbereid. En de straatweg heeft Veghel ook groot gemaakt. En gelukkig ligt daar in de verte al de A50 sinds kort. Ja. Maar de provincie onderzoekt nu al de mogelijkheden of deze weg langs het kanaal naar de Bosch geen vierbaansweg kan worden. Hm. Op de toekomst voorbereid. Ja. En zelfs het spoor, hè, waar Veghel via de tram en de trein zoveel aan te danken heeft, ja, krijgt mogelijk een nieuw leven. Oh. Maar voor dat verhaal moeten we even een stukje verder lopen, jongen. In de 19e eeuw kreeg Veghel zijn eigen spoorverbinding met zijn eigen station. En van hieruit kon je naar Bokstel, verder naar Vlissingen voor de boot naar Londen. En die kant tot over de Duitse grens. In de advertenties van toen werd het ook het spoorlijntje tussen Londen en Vladivostok genoemd. Maar goed, in de volksmond heette het gewoon het Duits lijntje. Maar het heeft wel flink bijgedragen aan de welvaart van Veghel. Want dit was de snelle verbinding naar de Rotterdamse haven. Naar de steenkoolmijnen in het Roergebied. Het postverkeer tussen Engeland en Duitsland verliep via dit spoor. Oh. En zelfs de leden van het Engelse Koningshuis, ja, en de Duitse keizerlijke familie, die maakten gebruik van deze lijn als ze elkaar wilden ontmoeten. Okay. Maar ja, dat is dus allemaal verleden tijd. Oh. Vergane glorie. Maar ja, je ziet, het spoor ligt er nog steeds. Ja. En belangrijker dan dat, het baanvak is nagenoeg ongerept gebleven. En dat betekent dat je relatief eenvoudig deze lijn kunt herstellen richting Bokstel, Den Bosch, ja, en de Uden. En dan zou je een hele snelle, milieuvriendelijke verbinding hebben waar dagelijks zo'n 4000 mensen gebruik van maken. Ja. Nou, die mogelijkheid onderzoeken ze op dit ogenblik. Het kost natuurlijk een sloot met centen. Ja. Maar het bewijst me weer eens hoezeer Veghel ervan is doordrongen dat bereikbaarheid de basis blijft
van alle toekomstige voorspoed. Hoop. Al die investeringen in de economische kracht van Veghel, die zullen ook het aanzien van het dorp veranderen. We liepen vanmorgen door dat havenkwartier. Hè? Ja. Dat zag er wat vervallen uit. Nou, de plannen liggen gewoon klaar om dat stadsdeel op te krikken. En met de komst van de A50 kan ook de Oude Rijksweg, en die loopt nu nog dwars door Veghel heen, een andere functie krijgen. Dat wordt een soort boulevard. En dit voormalige gemeentehuis, dat krijgt ook een facelift. Dan kan het nog beter functioneren als het culturele trefpunt voor bewoners en voor bezoekers. Want ook daarmee is Veghel druk bezig, stevig investeren in recreatie en toerisme. Want er komen steeds meer wandelroutes, fietsroutes, ruitenroutes. Er is hier zoveel te ontdekken, man. Lukt dat, jongen? Ja. Kijk, die gemeente Veghel is natuurlijk een stuk groter dan enkel het dorp Veghel. En dwars door dat uitgestrekte buitengebied, daar stroomt de rivier de A, die als het ware de verschillende natuurgebiedjes op Veghels grondgebied met elkaar verbindt. En ook in de natuur wordt tegenwoordig zwaar geïnvesteerd. Hier bijvoorbeeld, dit is het... Lukt wel, jongen, kom op. Dit is het Hurkske. En hier komen van oudsher erg veel amfibieën voor. Groene kikkers, bruine kikkers, heikikkers, allerlei soorten salamander. Zelfs knoflookpad, en die komt nog maar op 3 plaatsen in Brabant voor. Knoflookpad. Maar dit huidige leefgebied, dat is te klein om de soort te behouden. Ja. Vandaar dat ze overal in het bos dit soort poelen aanleggen. Ja. Dan kunnen die beesten van poel naar poel even over het water heen. Hoppakee. En je ziet, zo'n poel heeft hele flauwe oevers. Want dan kunnen die beesten zich lekker opwarmen in het ondiepe water. Meekomen. Ja. Oh jongen, het is hier heerlijk wandelen. Er zijn ook allerlei routes uitgezet. Ja. Picknickmandje meenemen. Wijntje erbij, heerlijk. Hmm. Weet je wat trouwens ook een bezoek waard is? Nou. De dorpen van Veghel. Keldonk, Boerdonk, Maria, hij zei tijd. Naar huis. Noord, zei tijd. Is goed, oké. Okay. Nee, naar huis zei hij. Niet thuis. Zijtijd, dat is een vreemde naam, maar het heeft dezelfde herkomst als het Limburgse Sittard. Het betekent zoveel als plaats aan de rand van het bos. Het is een liefelijk dorp met een landelijke uitstraling. Erg veel voorzieningen zijn hier niet. Ja, natuurlijk de kerk, hè. Die net als in Veghel aan Lambertus is gewijd. Oh. En zoals het hoort, de kroeg er tegenover. En daarnaast, bij het kapelletje, het klooster. Ook weer van de Franciscanessen, net als in Veghel, want die meiden zaten werkelijk overal. Ja. Maar voor het overige heerst hier rust en stilte. Oh. En dat is meteen ook een bedreiging. Want hoe hou je zo'n klein dorp leefbaar? Hoe voorkom je dat het uitsterft? Nou, het zijn wederom de Franciscanessen die uitkomst bieden. We gaan even aan de achterkant van het klooster kijken. Oh. Zuster Egidia, zuster Winigalda, zuster Agnes, zuster Theodorine. Ah, daar ben je. Kijk, hier liggen ze, op een rij als in een oorlogsgraf. Die nijvere zusters die zoveel betekend hebben voor Veghel en omstreken. Maar hun werk is nu gedaan, het klooster staat leeg. Maar de gemeente heeft het aangekocht en er komt een school in. Een gemeenschapshuis voor het verenigingsleven, appartementen ook. En op die manier kan zo'n kleine gemeenschap als Zijtaart vitaal blijven. En dat beleid geldt ook voor de andere dorpen. Er gaat erg veel energie en geld gestoken worden in het behouden van de eigenheid en het vergroten van de leefbaarheid. Ja, ja. En van hier kun je prachtig zien hoe groot dat klooster is, Leon. Ja, dat zie ik toch niet van. Ja, daar til je hem toch even overheen. Dat is niet zo moeilijk. Even op de benen staan. Oh, ja, zo kan het zo. Oh, daar. Zeg, Leon. Ja. Ik heb zin in een borrel, jongen. Nou, geen gek idee. En zo te horen moeten mijn stembanden ook worden gesmeerd. Ja. Ik geloof dat het wel goed zit met die toekomst van Veghel. Ja? Investeren in bereikbaarheid, investeren in natuur, investeren in leefbaarheid. Hm. Maar ja, als je van de toekomst echt een succes wil maken, heb je nog iets meer nodig dan alleen maar geld en goede wil. Maar ik ken iemand die daar alles van weet. Zullen we daar even naartoe gaan? Ja, prima. Ik zou zeggen, giddy up, go! Giddy up, go. Hm. Ik denk dat de rem er nog op staat, hoor. Dat zal het zijn. Dan hoop ik wel dat ze aanwezig is. Oh ja, kijk eens. Daar staat ze midden in de bak aan het lesgeven.
Onze Ankie van Gunsten, de wereldkampioen. Ja. Dag Ankie. Hi. Sorry dat ik zomaar even binnen kon vallen, joh. Hallo. Maar ik ben ook zo weer weg. Ik heb eigenlijk maar één vraag. Hoe kan een eenvoudige meid uit Erp, pardon, tegenwoordig moet ik zeggen Veghel, hoe kan die wereldkampioen worden? Wat moet je daarvoor doen? Oké, eerst moet ik wel een goede paard hebben. Ja. Maar dan is het vooral een kwestie van gewoon hard werken, volhouden, bij teleurstelling niet te snel opgeven en risico's durven nemen. Een erbse. Oké. Okay. Dag Ankie. Doeg. Goed zo, Maaike. Dan is je ronde. En weer het been. Juist, goed zo. En weer rustig terug. Dit. Niet meer. Oh, lekker zeg. Dankjewel. Hier was ik echt aan toe. Ik vond het vandaag een leuke wandeling. Ja. Wel erg koud weer. Op laatst een beetje koud. Maar zo'n successtory is niet van elke gemeente te vertellen. Hè? En ze worden daar van het succes in Veghel helemaal niet hooghartig. Nee, ze werken innig samen met alle omliggende plaatsen. Ook misschien nog wel het meeste met de oude rivaal Uden. Ja. Samen sterk, maar dan wel met behoud van de identiteit. Ik zou zeggen, daar proosten wij op. Hier is Josina's jongen. Ja, dankjewel. Oh, proost.